van vluchteling naar miljonair, wat ook een mooie uitspraak is. Maar eigenlijk is het, want je bent begonnen met de hele familie op een kamer. En je bent ongeveer 25, 26 jaar later en je zit nu in een kasteel. Mensen, welkom weer bij een prachtige nieuwe Pure Luxe video. Het zonnetje schijnt en wij gaan onderweg naar Salar Azimi. Dat is eigenlijk de man van asielzoeker naar miljonair. Hij heeft een prachtig verhaal. We gaan naar zijn kasteel in Aardenburg en dat zit helemaal in het zuiden van Zeeland. Wij zijn onderweg met een hele speciale auto. De nieuwe, echte, de hagelnieuwe Mercedes S-klasse. Natuurlijk een iconische auto. Gewoon de CEO-car of alle CEO-cars eigenlijk. Het is gewoon, ja, het is een plaatje, een technisch wonder. En we rijden vandaag met Chris Beemer, eigenaar van de Taylor Group. Daar werken we samen mee. Chris, het moet voor jou ook iets fantastisch zijn om deze auto... Dit is inderdaad een primeur. Want jij hebt natuurlijk drie S-klasses van het vorige model nog. Klopt. Dus die ga je door begroeping natuurlijk vervangen. Uiteindelijk gaan we die dit jaar vervangen, ja. En dan gaan wij eens even in de auto over. We gaan een proefrit mee maken. Ja. We gaan gewoon rijden naar het kasteel van Salar. En komt u met ons mee. Ja, je zit natuurlijk als een vorst achterin, maar dat was ik eigenlijk al gewend bij de vorige S-klasse, ook bij de Taylor Group, vaak meegemaakt. De vraag is natuurlijk even, Chris, wat vind jij er eigenlijk van? Is het gelijk op jou een technisch wonder wat je ziet en wat je meemaakt? Nou, het is wel een technisch wonder wat we nu meemaken, ja. Met een groot touchscreen, dat is allemaal nieuw. Het is meer, ja, het is nog wat futuristischer eigenlijk bijna. Ja, ja, dat idee heb ik ook een beetje, want ik zit eigenlijk net zo goed als bij jullie altijd. Ja. Dat heb ik voorin ook. En we gaan zo nog even om die auto heen lopen. Nogmaals, we zijn onderweg naar Salar Azimi. En die heeft dus allemaal Lamborghinis en Ferraris. Maar ook onder andere twee S-klasses van het vorige model. Dus het is wel leuk om nog even aan zij aan hem vergelijken. Ook, ja, zijn mening te vragen. Dus dan doen we nog even een walk-around. Top. We hebben natuurlijk ook nog een kleine wrist-check. Die gaan we zo direct wat uitgebreider doen. Maar voor de kenner ziet misschien al welke het is. Een Pepsi. Daar gaan we zo nog ietsje dieper op in. En we hebben ook nog verder een telefoon opeens. Ik ben benaderd door Carbon mee in Mobile. En we hebben hier gewoon een prachtige Android-telefoon. Dat is de lichtste telefoon ter wereld. En die mogen we gewoon weggeven. Nou, hoe leuk is dat? Nou, wij zitten momenteel dus in een S400. Dat is dus een 6-cilinder diesel. Met voor mij al... Het voelt hier alsof ik in mijn stoel gedrukt word als we optrekken. Dus het heeft genoeg power. En ik heb ook net aan Chris gevraagd. Chris, het is voor jij rijdt in met jouw S-klasse in de 350 diesel. Ja. En dat is bijna een beetje hetzelfde qua power. Of heeft deze net weer even iets meer? De 400 heeft net iets meer vermogen inderdaad. Maar het is niet een enorm verschil. Nee. En wat je ook net merkt is natuurlijk de meedraaiende achterwielen. Dat is toch wel iets... Dat is een hele gave optie. Ja, dat dus het vorige model niet. De draaicirkel, dat is ook wel heel apart van een A-klasse. Ja. Dat is natuurlijk echt heel klein. En nogmaals, motorisch en de technisch vernuft, er zit dus heel veel in. Als er al een voetganger aankomt, dan gaan ook de lampjes in een andere rode kleur. Maar dat is zoveel om op te noemen, dan verwijs ik u graag door naar een autoblog of een autovisie. Maar het is wellicht wel even leuk om aan deze auto te vragen, Chris, wat hij van de concurrentie vindt. Hey Mercedes. Zeg het maar. Wat vind je van Audi? Hetzelfde als jij. Anders zou je hier waarschijnlijk niet zitten. U hoort het. Mercedes zegt hetzelfde als jij, anders zou hier waarschijnlijk niet zitten. Daarmee geven ze eigenlijk aan dat de Mercedes eigenlijk boven de Audi A8 staat. Ja, het is toch wel weer prachtig. Nou, de kasteelheer staat al buiten, zie ik. Kijk eens aan. Salar Azimi. De man van het goede leven. Leuk je te ontmoeten. Ik heb natuurlijk een heerlijke fles. Champagne voor je meegenomen. Kijk eens aan, dat is vriendelijk. En dankjewel. Een koelbakje, met jou wel bekend, House of Caviar, 125 gram Perle Imperiaal. Uiteraard, de beste van Nederland. Dus alsjeblieft, gaan we even koud zetten. Keurig. Zullen we gelijk naar binnen gaan? Ja, welkom. Kom dankjewel. Verder. Nou, we zijn dus in Kasteel Elderschans. Kasteel de Elderschans, de enige kasteel van heel Zeeuws-Vlaanderen. Oké, en dan ben jij, je bent dus gewoon kasteelheer. Eigenlijk van kamer naar kasteel, hè? Kan je bij jou ook zeggen.
dat heb je goed gezien, ja. Dat had ik tot nu toe nog niet gehoord. Nee, maar ze zeggen, de ene zegt van asielzoeker of van vluchteling en miljonair, wat ook een mooie uitspraak is. Maar eigenlijk is het, want je bent begonnen met de hele familie op een kamer. Ja. En je bent ongeveer 25, 26 jaar later en je zit nu in een kasteel. Nou, kasteel is natuurlijk best groot. Er zit ook landgoed eromheen. Ja. De grachten zijn in opdracht van Napoleon Bonaparte gebouwd. Heel belangrijk. En die had al sabels bij zich, hè? Daarom gaan we ook sabreren met de sabel. Juist, dat is een leuke link trouwens die je zegt. Ja. Zullen we beginnen met de zitkamer alvast? Dan doen we een kleine tour door jouw kasteel. Dat we daarna nog een paar leuke vragen stellen over jouw ondernemerschap en hoe je dat maar opgebouwd hebt. Ja, heel graag. Is dat een leuk idee? Kom verder. Dit is een woonkamer. Ja. Het is best relaxed hier. Het is goed wonen. Ja. Er zijn ook bijzondere stukken hier. Dit is een tapijt. Dat is een van zijde. Dat was een staatscadeau. Van First Lady van Azerbeidzjan en First Lady van Georgië. En je had nog iets over de lampen, waar komen die vandaan? De lampen die zijn van Perzië uit Iran helemaal met een vrachtwagen tot aan Italië gevoerd. Daar zijn ze met speciaal vervoer in Italië opgehaald en heen gebracht. Dus dat zijn echt bijzondere pronkstukken, om het zo te noemen. Ja. En dat geldt ook voor de gordijnen. Ja. Die komen ook allemaal uit Iran, uit Perzië. Allemaal handgemaakt, zoiets? Ja, op maat gemaakt, handgemaakt, uiteraard. En het is natuurlijk heel, heel mooi stof en heel bijzonder. Hier slaapt je dochter, geloof ik? Ja, hier is voor mijn jongste dochter, Isabella. Ook lusters, kroonluchters uit Perzië. Ja. Het kasteel is super goed beveiligd met rolluiken en alles kan dicht. Gewoon top, ja. Hermetisch kun je het afsluiten, heel die gebeuren. De keuken uiteraard, ook een prachtige kroonluchter uit Perzië, kristal. Ja. En dat wijst zich vanzelf. Even over je studententijd, je hebt gestudeerd toch? Ja. Wat heb je gestudeerd? Ik kwam naar Nederland in 1995. Hoe oud was je toen? Ik was 13 jaar, ik ben nu 38, dus dat is 25 jaar geleden. Ja. En ik heb in anderhalf jaar tijd vloeiend Nederlands leren praten en gewoon de Nederlandse taal geleerd. Maar goed, mijn leeftijd was er ook na, ik was kind. Ja. Dus ben ik overgestapt op Fontys Hogeschool in Tilburg. Toch, ja. En ben ik business management gaan doen. Okay. En dan niet zomaar, ik heb het 4 jaar in 2 jaar gedaan. Dus gewoon maar helemaal afgemaakt, alle papieren? Helemaal afgemaakt, bachelor, noem maar op. Ergens in zolder, ergens moet je papieren. En welk jaar was dat? Ongeveer? Ja, je was 13 en 95. Nou, ik heb voor mijn afstudeeropdracht ben ik die scriptie gaan uitvoeren. Dat was een telecomzaak starten in Sluis. En ik ben gestart 25 maart 2005. Okay. Dus ik ben afgestudeerd in 2005. Mart ziet hier al gelijk, ik zal hem eens even openmaken, want er ligt ook nog wat koud. Want ik ga natuurlijk Salar even sabreren leren. En als dat dus niet lukt, hebben we nog zeker 5 extra flesjes om nog even goed te proberen. Dus dan gaan we nu door naar jouw slaapkamer. Ja, dat mogen we zomaar zien. Jo, geen probleem. Kijk eens aan, in blauw. Ja, in het blauw met mooie foteltjes. Ook weer Persische aspecten, zeg maar. Ja, die komen ook van bed natuurlijk niet, maar die rand gebeurde niet. En het is op zich apart dat je op de begane grond woont. Dat zie je niet vaak, vind ik. Maar dat komt ook omdat je ouders ook in dit mooie kasteel wonen. Ja. Dus je hebt je gewoon meegenomen. Dus eigenlijk zat je vroeger met die ouders op een kamer. Zo zijn jullie begonnen. Ja. Dus nu heb jij gezegd, nu het mij goed gaat, neem ik mijn ouders mee ook in dit kasteel, denk ik. Kasteel heeft 5 etages. De wijnkelder, min 1, de begane vloer, daar wonen wij. Dan heb je nog een etage voor de visite die er verblijft. Dan heb je nog een etage voor mijn ouders. En dan heb je de penthouse, bovenste etage. Dat is voor mijn broertje en zijn vrouw en kinderen. En met je broer doe je eigenlijk alles samen? Ja, we hebben nog nooit geld verdeeld. Dus alles wat wij verdienen is van ons allebei. Ja, als je iets koopt, moet op iemands naam staan. De ene keer staat op zijn naam, de andere keer op mijn naam. En jullie hebben inmiddels, tenminste door quote berekend, een vermogen van 22 miljoen euro. Dat is samen met je broer? Of heb je ieder, dan heb je dus ieder 11 eigenlijk? Ieder 11. Kijk je wel veel naar, dus op quote staan we op plaats 60, 70, weet ik het wel. Maar als je het optilt, dan staan we in top 30 van Nederland of iets in die geest. Maar ja, misschien is die 22 miljoen vandaag wel 15, want ik ben een beetje dat je met de beurs bezig bent. Nee. Het valt het nog mee? Op de beurs gaat het om een paar ton. Dus je blijft wel je blijft nog wel kasteel weer. Ja. Daar moet je nooit druk van maken. Zullen we even doorgaan naar de belangrijkste kamer voor mij? Ja. De wijnkelder. Let's go. Even kijken. Kom verder. Nou, Salar, je moet niet je hoofd stoten hier. Hè? Nee, vroeger waren mensen korter, dus daar is die ook naar gemaakt. Deze is bijvoorbeeld ouder dan ik zelf.
Pomerol van 76, een heel mooie. Oh, heerlijk. Je pondigt je eigen wijnmerk, maar die gaan we boven even bekijken. Ja, hier heb je ook bijvoorbeeld deze rode ervan, de Azimi Brothers. Die schonken wij in mijn hotel in de Elderschans hier. En daar kwamen ze met vrachtwagen en ja, we hadden 50.000 overnachters op jaarbasis. Oh, dit was de huiswijn, zeg maar. Of ja, dat was de huiswijn, ja, zeker. En je hebt rosé en wit ook nog? Wit en rosé, drie kleuren. En nu sinds 1 januari 2020 heb ik het hotel verhuurd. Okay. Of een van mijn hotels verhuurd. Ja. Ik heb drie hotels in totaal, zeg maar. Dat is ook interessant om te weten, want je hebt nu het vermogen wat je nu vergaard hebt, zit onder andere in drie hotels. In ook vastgoed, los van het hotel. Het vastgoed van het hotel bezit je ook. Ja, uiteraard. Dus dat is het grootste hotel van provincie Zeeland met 40.000 vierkante meter binnenbebouwde kom. Okay. En die heb ik verhuurd voor €60.000 in de maand per 1 januari 2020. En hoe ben je eigenlijk, want we zaten net, ben je begonnen met de telecomwereld. Dat heb je natuurlijk uitgebreid, dat heb je toen verkocht. Nee, ik heb hem nog altijd. Oh, je hebt hem omdat nog altijd. Het bakermat van ons succes is geweest. Dus ik heb de telecomzaak gestart met €4.500 spaargeld van mezelf. €4.500 van mijn vrouw. En €1.000 kon ik destijds rood staan bij Postbank, bij ING van tegenwoordig. Dus met €10.000 ben ik de telecomzaak begonnen. Een paar gsm's gekocht en Senseo's om weg te geven bij abonnementen destijds. En waar was dat gevestigd? In Sluis. In Sluis. De eerste winkel in Sluis als je binnenkomt. Dat was de telecomzaak. En die draaide goed, die zette iets van €750.000 om per jaar met een winst van €250.000 om nabij, als je al die arbeidsafvloeien naar mij en naar mijn broer en al bijrekende. Dus dat hebben we ondertussen ruim 15 jaar. Gaan we zo direct verder met het interview, lopen we even nog even naar de volgende etage toe. Ja. Dan hebben we nog even die leuke tour. Yes. En een combinatie met het leuke interview met jou. Let's go. Hartstikke leuk. Die stijgt iedere seconde. Yes. Ja, je hebt ingezet op short, zo hoor ik. Je moet short gaan, want dat gaat niet helemaal goed nog. Maar dat is momentopname. Okay. Kan verder. Het mooie trappenhuis. Ja. Gaat ons brengen naar de eerste etage. Yes. Links had je nog een logeergedeelte. Ja, hier heb je een logeergedeelte voor gasten die hier verblijven. Nou, dat is ook wel flink wat goud hier aanwezig, Solar. Mooie oude grammofoon, daar zie ik ook al staan. Dus we beginnen hier al met een beetje de drankhoek. Nou, we hadden beneden natuurlijk al de drank, maar dit is dus, dit heb je klaargezet voor ons, zodat we alles kunnen sabreren, neem ik aan. Ja hoor, sabreer maar op los. Vroeger, toen ik wat meer tijd had, dan gaf ik de grasvat van het kasteel champagne. Maar tegenwoordig, in verband met corona, geven we die maar water. Is dat die grasmat die voor de deur? Ja. Ah, hij ziet er wel goed uit, die grasmat. Dus het werkt wel, denk ik. Absoluut. Ik heb daar nog even een leuke foto, zie ik daar, van een enorme Lamborghini. Ja, deze. Dat is een van onze Lamborghinis. We hebben er. Ik heb ze bijna allemaal gehad. Ja. Ik heb de Gallardo gehad, Murcielago gehad, wat nog meer. En Urus heb je nog hoorde? Ik heb nu, vandaag de dag heb ik deze, dat is de Aventador. Ja. De rep is eraf, dus die is in zwart. Dan hebben wij de Lamborghini Urus ook nog. Dan hebben wij nog de SWJ besteld, tegen een miljoen euro bijna. Oh. Die wordt dit jaar nog geleverd. Dus door PON gewoon? Luister, waar bestel je die? SWJ komt van Brussel. Nou, waar zijn we nou, Soler, gekomen? Hier wonen je ouders, geloof ik, hè? Ja, dit is de etage van mijn ouders. Dit is de mooiste etage eigenlijk. Ja. Hier heb je twee prachtige terrassen. Dat terras doen we zo even. Laten we deze kant op. Hier is het zitgedeelte. Juist. Ja, hier heb je ook een mooi uitzichtje, zeg. Dat is wel een mooi balkonnetje. En hier sta je natuurlijk als een soort koning. Sta je zo naar iedereen te zwaaien, naar al je onderdanen. Niet helemaal. Het is hard werken alle dagen. Maar ik probeer toch afgelopen anderhalf jaar een beetje van het leven te genieten. Ik heb kapot gewerkt, 7 op 7, dag en nacht. Gezond, 16 hè? Uur, 18 uur, 20 uur per dag. Maar uit die garage komt niet zoveel rust, geloof ik. Hè? Daar komt normaal een Aventador uit. Ja, daar is. Dus er gaan alle vogels die vliegen alle kanten op. Ja. En hier, wat zit er in deze? Afhankelijk van wat er. Die heeft geen vaste plaats. Dat kan Ferrari zijn, dat kan Urus zijn, dat kan Rolls Royce zijn, dat kan een van de andere auto's zijn. Ja, heb je trouwens al een beetje dorst gekregen? Een beetje? Ja, ik begin droge keel te krijgen. En normaal spuit jij zo'n beetje 25 flessen tegelijk in de lucht. Ja. Maar sabreren heb je nog nooit gedaan, geloof ik.
Eerlijk gezegd niet, nee. Meestal als ik naar discotheken ga, dan word ik uitgenodigd. Dan krijg ik 25 gratis fles champagne om weg te spuiten. En één drinkje er maar op? Meestal 3/4 fles kan ik nog opdrinken. Maar dat is goede reclame voor de discotheek als ik daar kom. Ik vind het wel leuk dat je misschien nog iets van mij kan leren nu. Ja. Nou, dan komen we hier op het prachtige dakterras. Ik doe even mijn zonnebril op, want er staat zoveel schoonheid hier opeens. De kasteelvrouw Annika is ook aanwezig. Ja. Wat leuk dat je een glaasje meedrinkt. Gezellig. En jullie zijn ook al heel lang samen, hè, geloof ik? Ja, wij zijn ruim 19 jaar samen. 19 jaar samen, ja. Wat leuk zeg. En werk je ook met het bedrijf mee? Ja, in alle bedrijven. Leuk zeg. Nou, laten we even, want ik moet jouw man toch even sabreren leren. Dat rijmt ook nog trouwens. Okay. Dus dan ga ik even, dan haal ik het ijzerwerk, zoals we zeggen, halen we er even af, salaar. Juist, ik ben normaal zou jij natuurlijk keihard zo. Ja, ik spuit meestal twee tegelijk, zeg ja, maar. Nou ja, maar dat gaan we nu even wat chiquer doen. We zoeken de naad op. Ja. Hier zit de naad. Uiteraard. Moet je even voelen, hier de naad. Ja. En daar moet je, hier doe je de vinger in. Dat haal je op 120 graden. En dan doe je, even zo. Het hoeft niet hard. Het moet precies op de naad, moet je dit ding een tik geven, hieronder. Nou, fantastisch zeg. Kijk eens aan. Glaasje erbij, hier rechts, hier nog even een. Nou kijk, Annika, hier is, heeft hier de glazen. Uiteraard goed gegaan van de eerste keer. Hè? Ik vind het werkelijk, dit is echt een 10 en dat hebben we echt niet geprobeerd. Dit is de eerste keer. Dus niet dat de mensen dat we hem uit hebben gezet en weer aan hebben gezet. Dit is echt de eerste keer. Ik geef jou de eerste glas. Dankjewel. Santé, proost. En dan gaan we zo direct nog eventjes nog een paar leuke vragen stellen. En nog even langs de S-klasses lopen, want we hebben natuurlijk die nieuwe bij ons. En jullie hebben er ook twee. Ja. En jouw vrouw rijdt natuurlijk ook Mercedes. Santé. Santé op het goede leven. Proost. Proost. Nou, wat ik al zei, jij bent natuurlijk net zoals ik een enorme caviarliefhebber. En we zijn allebei heel goed bevriend met Ashkan en Jeroen natuurlijk van House of Caviar. Ik geloof dat jouw kasteelvrouw er ook wel van houdt. Van deze mooie parels uit Iran. Hè, uit Perzië, ja. Uit Perzië. Dus we hebben hier natuurlijk de opener, wou ik bijna zeggen, van House of Caviar. Dat is dus de steur in het zilver. En we hebben hier dus de een van de betere caviars, de Perle Imperiaal. Nou, kijk eens even hoe mooi die er uitziet. Zwart goud. Het zwarte goud. Zal ik het gewoon even zo geven aan jou met een lepeltje? Is dat goed? Of wil je het zelf pakken? Wat lijkt je? Dat is, je moet natuurlijk een beetje oppassen met alle regels tegenwoordig. Neem ruim, hè, zeggen we altijd. Ja, dat doe je helemaal goed, zoals het hoort. Santé, proost. Heerlijk. We hebben hier natuurlijk weer een prachtige rondleiding gehad. Mart gaat nog wel prachtige dronebeelden maken, maar we hebben natuurlijk ook nog een wagenpark. Ja. En het wagenpark is, wat er niet aanwezig is, zijn de twee Lamborghinis, geloof ik. Alle Lamborghinis zijn niet aanwezig en wij houden het vandaag gewoon puur voor Mercedes, omdat je zelf met een Mercedes hier bent. En we hebben er de Porsche Cayenne hybrides niet aanwezig en nog wat auto's niet. Nee. Maar ik heb daar een zwarte S-klasse, een witte S-klasse. Ja, laten we er even langs lopen. Prima. Jouw vrouw rijdt in deze mooie AMG. Ja, dat is een boodschapauto. Een boodschapautootje? Nou, dat kan slechter. Juist. En hier hebben we die witte, met welke rij jij het meest? Ik rijd tegenwoordig in die Rolls Royce. In die Rolls Royce, dat doe ik ook niet verkeerd. Ja, en dan hebben we hier een witte Mercedes. En waarvoor heb je veer gewoon je houten van? Gewoon een extra auto. Dat is gewoon, we hebben iets van 13 van die supercars, om het zo te zeggen. Ja. En wie de sleutel heeft, rij op dat moment mee, om het zo te noemen. En hier hebben we jouw Rolls staan. Ja, dat is Rolls Royce Ghost. Daar heb ik natuurlijk in gezeten, wat ik al eerder zei, toen we het caviarfilmpje opnamen. Ja. Met die mooie hemel met allemaal disco lichtjes erin. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. De sterrenhemel. Sterrenhemel van Rolls Royce is dat. En dit gebruik je als dagelijkse auto? Ja, dit is gewoon wagen van A naar B te rijden. Dan hebben we nog een limousine daar. Verlengde Chrysler. Heb jij nou nog een tip voor jonge mensen of oudere mensen? Of weet ik van welke leeftijd, het maakt niet uit. Wat is nou een ondernemerstip van jou als ondernemer aan mensen die ook willen ondernemen? Vooral hard werken. Ja. En ik heb dat 15 jaar gedaan en één stuk door. Ik ben opgebrand, om het zo te zeggen. Ja. Dus ik zit even in een tussenfase dat ik even... De pensioenmodus noem je dat, hè? Ja, pensioenmodus. Ja. Ene zegt sabbatical jaar of wat dan ook. Ik ben nu ruim een jaar een beetje aan het chillen. Ja. En
binnenkort weer gast geven en weer bergen gaan verzetten. Je hebt natuurlijk ook nog iets met voetballerij gedaan, hè? Vooral in België. Een hele mooie club. Wat is de naam ook weer van die club? De Koninklijke Patro IJsden. Daar heb ik de onmogelijke mogelijk gemaakt. Op het moment dat ze failliet waren, heb ik uit het niets gigantisch veel geld ingepompt ook. Ja. Heb ik ze kampioen gemaakt, dus samen met Stijn Steijnen, de voormalige nationale keeper van België. Ja. Dus ik doe meestal het onmogelijke mogelijk maken. Hebben jullie nou als kijker een brandende vraag voor Salar? Of heb je een adviesje nodig of iets leuks, wat je ook wil weten? Stel je vraag even onder in de commands en dan zorg ik dat je vraag bij hem terechtkomt. Volg Salar ook even. We zullen onder in beeld brengen welk Instagram account dat is. Heb jij weer wat volgers erbij? En ja, dan ben ik op het einde gekomen, Salar. Ik vond het ontzettend leuk jou ontmoet te hebben. En je kasteel te zien, een klein stukje van het hotel te zien, je wagenpark. Maar het wagenpark is niet compleet, dus we komen een keertje terug, als het mag. Welkom. En ik wil je ontzettend bedanken. En dan zeggen we dus tot de volgende keer. Tot snel. Dankjewel. Nou, welkom weer bij de wristcheck van deze week. We hebben bij ons een prachtige Rolex GMT Master 2, nickname Pepsi. Het nieuwe model trouwens met de jubileeband en de keramische bezel. Referentienummer 126720BLRO. En de BLRO staat voor Bleu Rouge, Blue and Red. En dat is natuurlijk het Pepsi verhaal. Wat is die waard? Laat het me weten in de comments. Nou, dan komen we nu toe aan de winactie van deze video. Dat is eigenlijk de dikste winactie tot nu toe. Dan kan je zeggen, Floris, dat zeg je altijd, maar dat is niet het geval. Het is echt iets heel moois. We mogen een telefoon weggeven van het nieuwe Duitse merk Carbon Mobile. Dat is een Android, dus geen Apple. En dit is de lichtste mobiele telefoon momenteel in de wereld. Kijk, het is gewoon een prachtig ding hier. Carbon geeft licht allemaal. Het is ook helemaal van carbon. En wat moet je nou doen? Je moet natuurlijk even Carbon Mobile op Instagram liken. Ons like je natuurlijk al op Instagram en overal. Maar je moet wel even abonneren op het Pure Luxe kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Je moet deze video liken. Maar het belangrijkste is natuurlijk, waarom zouden we deze telefoon aan jou geven? Of aan jouw geliefde geven? Of aan je moeder of aan je vader? Of aan iemand die ziek is of je beste vriend? Laat het me weten in de comments en wees echt origineel, want dit is serieus een dikke doos.